Splitsingspunt Pannerden. Deze minuut hebben we opgenomen op het oostelijkste punt van het Rijk van Nijmegen. We zijn bij het splitsingspunt Pannerden, aan de noordkant van Millingen aan de Rijn. Dit is de plek waar de Rijn zich splitst in de Nederrijn en de Waal. Of eigenlijk toch niet helemaal. Want eerst loopt hier nog het Pannerdens Kanaal. Een 6 kilometer lange waterweg die van groot belang is om de watertoevoer naar de Nederrijn en de verderop gelegen IJssel te garanderen. Maar de komst van dit nieuwe kanaal leverde wel een vervelend probleem op. Het zorgde er namelijk voor dat er veel te veel water binnenkwam. Daardoor ontstond er een steeds groter gevaar op overstromingen. Om de waterverdeling constant te maken, werd in 1798 Rijkswaterstaat opgericht. Onder hun bewind gaat 1/3 van het water naar het Pannerdenskanaal, door naar de Nederrijn en de IJssel en 2/3 naar de Waal. Vanaf dat punt wordt eigenlijk de waterhuishouding door heel Nederland bepaald. Maar als je hier zo bij Millingen zit, dan is het ook wel weer gewoon heel mooi om naar het water te kijken en de schepen te zien die voorbij varen. Misschien was het wel heel ontspannend geweest om gewoon een uur dit beeld op je scherm te houden. Maar helaas, onze zendtijd is afgelopen, want onze cameraman met natte voeten wil naar huis.